Cedric hier nog niet? Nee. Allee, zeg. Dat is ook de eerste keer dat jullie twee niet samen zijn. Ja, hij was niet zo goed gezind eigenlijk. Oei, nog maar net samen en nu al troubles in paradise. Zo erg is het nu ook weer niet, hoor. Zeg, wat heb jij aan je lippen? Ja, klein accidentje met een apparaatje. Oh nee, zeg niet zo'n lipplummer, hè. Oh, ik heb dat ook al gedaan. Echt geen goed idee. Nee, is echt brol. Maar ik ga gewoon binnenkort fillers zetten. Oei, ga je lippen opspuiten? Allee, Steffi, dat zou ik echt niet doen. Waarom? Heb je schrik dat ik mooiere lippen als u krijg? Nee, nee, maar ik zou gewoon niet te veel veranderen aan je lichaam. Je gaat echt niet gelukkiger worden door alles... Sorry, te laat. Maar ja, je kent mij. Ga je wel echt direct invliegen, hè? Alleen ben ik kei benieuwd naar die groot nieuws. Ja, jongens. Ik heb super tof nieuws. Ik kan officieel terugkomen bij de Vloglaband, want mijn contract bij Tiny Angels is finito! Echt? Ja. Dat kunnen fixen? Oh, mijn spionage skills, Sarah, die zijn on point. Hey. Hallo. Hi. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Hey iedereen! Ja, we zitten eindelijk nog eens terug in het cliphuis. Veel te lang geleden, precies al eeuwen. Ik kom allemaal door die brand, maar dat maakt niet meer uit, want we zijn er eindelijk terug. En ik heb keigoed nieuws, want ik zit officieel terug bij de Vloglaband, want mijn contract bij Tiny Angels is afgelopen! Woehoe! Ja, ja, ja. Voor alle fans van Tiny Angels, I'm very sorry, maar mijn hart ligt toch echt wel bij de Vloglaband. Oh. Ja, en ik wil er eigenlijk onmiddellijk in vliegen door het schrijven van een nieuw nummer. Maar ik heb een beetje jullie hulp nodig, want ik weet niet over wat en welk thema we gaan schrijven. Dus laat anders gewoon een berichtje achter. Zeg over wat ons nieuwe nummer moet gaan. En wie weet gebruiken we misschien jouw thema voor onze nieuwe hits. Bye! Bye! Zeg, Chloe, wanneer gaan we afspreken voor onze sleepover? Allee, ik moet dat weten om zo met Wouter de kamers te kunnen regelen. Ah ja, ik had er nog voor te vertellen, maar... ik heb echt nog keiveel schoolwerk in te halen door die talentenshow en zo, dus ik ga niet kunnen komen logeren. Allee, ja, je kunt ook bij mij studeren, hè? Dan doe ik wat papierwerk voor de dansschool. Ja, nee, dat is oké. Ik kan me ook veel beter concentreren als ik alleen ben. Ik blijf gewoon met mijn oma en opa. Echt? Allee, ja. Als je bedenkt, je bent welkom, hè. Ja. Bon, mannen, bij de volgende brand zijn we veilig, hè. Hier is de Clarisse, dat is voor u. Hola. Maar ja, heel veilig. Dat ding is al een jaar vervallen. Dat is ook de mop, hè. Dat is een goeie gast. Wow. Amai, ja, de sfeer zit hier goed. Erg in mijn FIFA mee? Ja, in mijn rugzak. Zeg, Seetje, wat een spieren. Je begint echt al resultaten te zien, hè, van de fitness. Ik ben ons beste. Is het niet hier? Tristan, ga even staan naar het toilet? Ja. En dan zeggen ze dat een meisje altijd met twee naar de wc moet gaan. Ja, ik vind dat toch maar raar, ze. Allee, ja, bij de urinoirs zag je keilicht op elkaar. Je voelt toch mega bekeken. Ik zou zo niet kunnen plassen. Ja, ik hoop dat ze niet naar elkaar zitten te kijken. Och, met zo'n bromance weet je nooit, hè. What the fuck is dat, man? Is dat drugs? Pak jij drugs? Gast, rustig, niet zo roepen. Zeg gewoon spierversterkers. Dat is meer resultaten krijgen van mijn fitnesses. Ja, je hebt nog geen aandacht genoeg van de meisjes. Weet je wat voor spul dat hij is, hoe slecht dat hij is voor je lichaam? Gast, heel verdrijft echt, hè. Ik heb al veel genomen en ik voel mij prima, hè. Jij voelt je prima, tof, want wij zien dat jij super down bent. Wat is volgende? Agressie, depressie? Die shit die speelt met hormonen, gast. Ik heb al ergere verhalen gehoord, hè, van mensen dat hebben gepakt. Echt, weet je wat? Komen ze er vlug vanaf, echt. Oh. Allee, Tristan, weet je hoeveel dat gekost heeft? Ja, dat zal misschien volgende keer twee keer laten maken voordat je zoiets stom koopt. Hè? Je mag je zot? Wie denkt wel niet dat je zet om te beslissen over mijn spullen? Ik ga dat doen. Ga je ermee slagen? Bewijs gewoon mijn punt, gast. Het is al goed. Ik zal ermee stoppen. Wil je nu de hele aflevering zien? Dat kan. Ga gewoon naar VTM Go en daar heb je toegang tot alle afleveringen van Vloglab Together #stories. Je kan zo'n gratis account aanmaken en dan gewoon alles zien. Veel plezier.